We zijn hier deze morgen te gast in het Rijloff Hotel voor de presentatie van Grandioos. Naast mij Geert Straatmans, de uitgever. Wat kan u ons vertellen over Grandioos? Wel, Grandioos is een verzameling van 40 Gentse handelaars of uit de Gentse regio. We hebben die gebundeld in een stijlvol boek. En we gaan cadeaubons van 25, 40, 50 en 100 euro via diverse kanalen gaan verkopen voor die mensen. Goedemorgen bij ons meneer Stap van Unizo. Wat vindt u van het initiatief? Prima. Vanuit Unizo kunnen wij ieder initiatief dat handelaars ondersteunt in deze prachtige stad zeer zeker ondersteunen. En ik ben blij dat men dit heeft gelanceerd. Het is een zeer stijlvol boek, gekoppeld aan een website, gekoppeld aan een Facebookpagina met cadeaubonnen enzovoort. Dus prima initiatief, krijgt de volle steun van onze organisatie. Bij ons meneer Peters, Schepen van Middenstand. Wat vindt u van deze uitgave? Wat vindt u van Grandioos? Het is een heel mooie uitgave, ook een heel mooi initiatief trouwens, om een aantal zaken te bundelen en om gezamenlijk een cadeaubon uit te geven. Er wordt zeker met de kerstperiode heel veel cadeaubons gekocht van allerlei zaken. Het leuke is aan dit initiatief dat je met die ene cadeaubon in een veertigtal zaken terecht kan die heel uiteenlopend zijn, van restaurants tot lingeriewinkels. Dus je kan daar een beetje alles mee doen en tegelijkertijd bouw je hier ook een netwerk van handelaars op. Is het een meerwaarde voor Gent? Ik denk dat het absolute meerwaarde is voor Gent. We hadden zelf 15 jaar geleden onze Gent Verwendchecks ingevoerd. Maar ondertussen, na 15 jaar, verandert er wel heel veel in de samenleving. En ik denk dat dit privaat initiatief een heel leuk en heel boeiend initiatief is. Vooral de samenwerking tussen de handelaars is denk ik een bijzonder belangrijk element. Het feit dat een veertigtal topzaken uit de Gentse binnenstad elkaar vinden, samen iets doen. En ik denk trouwens dat dit boek en die cadeaubon van Grandioos nog maar het begin is van een veel diepgaandere samenwerking.